Start was aanwezig bij de opening van het nieuwe cultureel seizoen van de Domeinen. In samenwerking met 15 andere culturele instellingen uit de gemeente werd men getrakteerd op gratis voorproefjes van het nieuwe culturele seizoen. Eso, bueno, bienvenido aquí bij TV Start. Aquí vanuit Café Start zit dat, presenteren we hier de culturele opening van het seizoen. Geniete, kom bij ons op de bank. Maar ja, het is niet bij ons op de bank, eigenlijk moet je vanaf de bank. Je moet je zelf gaan aanmelden bij al die culturele instellingen hier. Zit dat geleden aan omstreken. Hoppa, wij hebben hier flamenco, buiten is dat pop, rock, van alles en nog wat. Voor elk wat wil. Bueno, hasta la vista, adiós amigos. Het schrijf je maar lekker in. Gezellig meedoen, dat is het item. Adiós. Waarom pakte je het op deze manier aan om de domeinen te presenteren? Nou, we presenteren niet alleen de domeinen. We presenteren meer de manier waarop wij willen samenwerken in de stad. Daarom doen we het ook niet alleen. Wij hebben wel natuurlijk een stevige organisatiegraad binnen de domeinen. En we hebben gelukkig 15 partners gevonden, allemaal culturele instellingen, die samen met ons deze dag vullen, organiseren en willen tonen wat er allemaal voor moois te doen en te zien is in Sittard Geleen. Ook wethouder Noël Levens was blij met het initiatief hoe de domeinen dit nieuwe culturele seizoen heeft gepresenteerd. Maar het is wel leuk om te zien dat cultuur op deze manier heel kort naar de LU werd toegebracht. LU die niet altijd vanzelfsprekend met kunst en cultuur in contact komen, omdat het voor hun zo's even den dorpel, de drempel is om overheer te stappen. En ik vind dit een heel goed initiatief om, wat ik al zei, in eerste instantie het jaarprogramma als zodanig op deze manier te presenteren. En de LU vertrouwd te maken met wat allemaal in onze gemeente en onze stad georganiseerd wordt. En ik denk dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. Ook als ze kijkt naar de LU die rondom de markt al een plaatsje hebben gezocht op de terrassen. Speelt natuurlijk ook wel het weer een rol. Maar toch, LU komen hier naartoe. Dus ze zichtbaar genieten van alles wat hier wordt aangeboden. Wat kunnen we van het nieuwe seizoen verwachten? Ja, het nieuwe seizoen staat bol van allerlei activiteiten met grote, grootschalige producties. Onder andere volgend jaar gaan we een grote kasteelvoorstelling presenteren in Born, in Geleen Locatietheaterfestival. En een keur aan artiesten die bij ons in de Schouwburg optreden. Natuurlijk heel veel tentoonstellingen. Ja, de bibliotheek blijft natuurlijk actief in alle steden in de westelijke Mijnstreek. Ja, dat archief dat wordt steeds meer openbaar. Dus ja, al met al, er staat u veel te wachten. De domein is al heel veel om geweest. Het heeft dan toch ook wel een beetje naam gekregen. En waarom dan toch nog voor deze opzet? Ja, normaal gesproken, er kan beter over het gekald werden dan tot er over het wordt gezwegen, want dan bestuizen er meer. Nou, de domeinen heeft zich, wat mij betreft, qua organisatie en qua inhoud getoond van we gewoon gewunder vol tegenaan, we gewoon overtuigen dat het samenspel van al die verschillende disciplines die tot voor kort allemaal in losse hokjes en losse gebukensoorten, als we dat gaan samenvoegen dan krijgen ze een stukje dynamiek. Nou, ik denk dat ze dat al hebben aangetoond en alleen al daarom is het goed om op een andere manier dan normaal, een andere manier dan woorden op andere plaatsen gepresenteerd wordt, om op deze manier te kiezen om op de markt en in de binnenstad hier vandaag zich te presenteren. Maar wat ik ze net ook al aangaf, het beperkt zich niet alleen tot de binnenstad van Sittard of het stadsdeel Sittard. In de hele gemeente is de domein actief op verschillende plekken het hele jaar door. Dus eigenlijk houden we ook een stukje geleid moeten zien vandaag dan? Nee, het is goed om dicht nu te concentreren qua presenteren hier. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee kunst en cultuur neer in Geleen en neer in het stadsdeel Bor wordt aangeboden. En wat mij betreft, maar dat is aan de organisatie, kent ze het volgend jaar vanuit de kasteelruïne in Bor of gedeeltelijk op de markt in Geleen. Want dat is ook leuk, die combinatie. En gedeeltelijk in het oud stadhuis kent ze dit net zozeer doen. Dus een opmoot nog veel meer en nog meer jaren. Waarvan zouden de mensen jou moeten kunnen kennen? Ze kunnen misschien kennen van mijn eerste voorstelling, Drie keer Rijn. Die is uitgezonden bij de VARA, vorig jaar in augustus. En als ze me niet kennen, vind ik het ook niet erg. Dan leren we elkaar kennen.
Nou, ik sta 8 oktober in de Schouwburg met mijn tweede voorstelling Vrijspraak. En er is vandaag een uitmarkt hier. Een soort open dag, culturele open dag. En ze hadden gevraagd of ik het leuk vond om hier te zijn. Ik ben er nooit in Sittard geweest. Dus ik zei, het lijkt me geweldig om alvast naar Sittard te gaan. Een beetje de mensen te leren kennen en de stad te zien. Want ik heb net buiten gespeeld. Niet buiten een zandbak. Maar ik heb gewoon buiten moeten spelen, optreden en een preview moeten geven. En de mensen stonden buiten. En op zich is dat geen handige setting. Maar iedereen was hartstikke leuk en gezellig. Dus tot nu toe bevalt het me echt heel erg goed. Wat is er precies veranderd na de naamsverandering van de domeinen? Er is veel om te doen geweest en ik wilde het toch even weten. Ja, nou ja, kijk, wij hadden bedacht, omdat wij 18 gebouwen hebben in de hele Westelijke Mijnstreek, dat het heel lastig werd om die allemaal een naam te geven. Daar is een heel team tijden mee bezig geweest. Er is er gekozen voor nummers, maar nog wel met de naamstelling erbij van de vroegere gebouwen. Nou, daarvan hebben we gezegd, nadat we hebben gehoord uit de stad, ja, dat vinden we nou toch wel heel jammer. Om juist weer die oude benamingen, om maar zo te zeggen, om die weer te gebruiken. Betekent niet dat zoals vroeger dat je de Schouwburg alleen maar voorstellingen kon zien. We gaan daar ook ruimtes gebruiken om les te geven, lezingen te organiseren, tentoonstellingen neer te zetten. Dus de namen van de gebouwen blijven. Maar hetgene waar wij voor staan, dat we juist allerlei activiteiten met elkaar willen verbinden, gaan we juist in al die gebouwen laten zien en laten horen. Kortom, de domeinen verbindt. Het is tot nu toe geslaagd. En het wordt een mooi cultureel seizoen. Ja, nou, en ik nodig iedereen van harte uit om te komen kijken en mee te doen.